Ja, ik ben blij en trots dat het moment eindelijk daar is natuurlijk. En ja, zoals iedereen weet, lang op gewacht. Maar ja, nu is het zover en ik kan niet wachten om te beginnen. Als je Feyenoord ook dit seizoen zo zag spelen, werd die hunkering dan steeds groter om aan te sluiten bij Feyenoord? Ja, zeker. Ze speelden natuurlijk nog Europees na de winter. En zaten volop in een titelstrijd. En ja, daar heb je soms wel dat besef van, hé, daar had ik ook al deel uit van kunnen maken. Maar ja, uiteindelijk lopen dingen zoals ze lopen. En is het moment aangebroken dat ik vanaf het nieuwe seizoen hier ga spelen. En ja, kijk ik daar super erg naar uit natuurlijk. En wat heeft jou doen besluiten om voor Feyenoord te kiezen? Ja, de club natuurlijk zelf. Een grote club in Nederland met geweldige supporters. En ja, daar komt ook nog bij kijken natuurlijk de groep, de trainer, de gesprekken die ik heb gehad. En daar kwam gewoon veel vertrouwen uit. Heb ik een mooi plaatje gezien voor mezelf. En ja, het totale plaatje is gewoon perfect geweest uiteindelijk. En kun je uitleggen wat dat plaatje inhoudt? Ja, natuurlijk een gedeelte in mijn persoonlijke ontwikkeling als voetballer. Denk ik dat dit op dit moment de juiste moment en de juiste stap is. En ik hoop me hier gewoon verder te gaan ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. En hopen dat we hier mooie momenten kunnen gaan beleven. We hebben je natuurlijk vaker zien spelen bij FC Twente, dus we weten wat voor type speler je bent. Maar je hebt het zelf ook over persoonlijke ontwikkeling en de trainer. Wat verwacht je daarvan? Ja, je kent de verhalen natuurlijk. En ja, ik heb hem ook gesproken. En ja, daar heb je gewoon het gevoel dat het goed zit. Dat ik me daaronder kan gaan ontwikkelen. Ik denk dat er ook al voorbeelden zijn geweest van spelers. Dus ik kijk er gewoon naar uit. En ja, ik wil zelf ook weer een volgende stap gaan zetten in mijn voetbalcarrière. Dus ja, dat is nu de bedoeling. En dat ga je doen bij de huidige kampioen van Nederland. Ja, is dat natuurlijk ook gewoon het ideale moment om ook gewoon door te bouwen? Ja, tuurlijk. De club zit in een goede fase. En ja, ik wil gewoon mijn steentje gaan bijdragen om de club verder te gaan helpen. En uiteindelijk ook mezelf. En ik denk dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Hoe zie jij dat zelf voor je als speler om je steentje bij te dragen binnen dit Feyenoord? Ja, ten eerste elke dag keihard inzetten voor de club, voor het team. Als speler, wat ik zeg, als individu wil je beter worden, maar als team wil je aan het einde van de dag ook stappen zetten. En ja, als ik elke dag denk ik mijn inzet toon, dan denk ik dat ik mijn steentje goed kan bijdragen. En Champions League voetbal, hè? Ja. Kun jij ons meenemen hoe dat voor jou is? Ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Ik kijk er natuurlijk super erg naar uit om, ja, om dat veld op te komen. En ja, ook de hele alles eromheen rondom die wedstrijden. Dat is een hele nieuwe ervaring. Iets wat ik nog niet ken, maar ik denk bijna niemand kent in de selectie. Dus ja, dat is ook iets om echt naar uit te kijken. En een jongensdroom die uit gaat komen. Hoe is het met jouw fitheid? Want je hebt ook een lang seizoen gehad bij FC Twente. Ja, ik denk dat wij als een van de eerste waren begonnen van Nederland. En als laatste zijn geëindigd. Met de play-offs natuurlijk. Ja, dan ook nog Interlands gehad. Dus het is een super lang seizoen geweest. Je merkt wel van, hey, het is nu even goed dat er wat rust is. Ik ga nu even genieten van een vakantie. En dan hopen dat ik, als ik ga aansluiten bij de groep, weer lekker fit ben. En met een frisse kop kan starten. Krijg je ook gewoon meer rust nu je dat fijn shirt draagt en de handtekeningen zijn gezet? Ja, tuurlijk. Er is een bepaalde last die van je schouders valt. En je hebt gewoon duidelijkheid en je weet van, hey, mijn nieuwe uitdaging zat vast. Iets om naar uit te kijken. En ja, dat geeft wel een bepaalde rust. 4 juli begint de eerste training, week voorbereiding, dan de Johan Cruijffschaal. Waar kijk je nu het meeste naar uit? Ja, zeg maar, het eerste waar ik in principe naar uitkijk is gewoon mijn eerste dag. Van hey, alles beleven, hoe gaat het hier? Met wie ga je werken? De groep natuurlijk. En vanuit daar ga je natuurlijk steeds weer uitkijken naar de nieuwe momenten. En ja, ik ga het gewoon stap voor stap beleven. Alles geven wat ik heb. En dan gaan we zien wat er allemaal gaat gebeuren.